Gooi die oude boeken weg en vervang ze door de boeken van Erik van Os en Elle van Lieshout. Dit gezellige schrijverspaar maakt de mooiste boeken die oplossingen bieden voor vele problemen. Al 22 jaar schrijven ze samen en hebben inmiddels meer dan 100 revolutionaire boeken geschreven met de meest prachtige verhalen. Op het moment dat ze, ja, dat je boeken voorleest, kinderboekjes, weet ik het, er zijn allerlei vormen van kinderboeken, lees je dan voor, ja, en dan worden ze dus concentratie laag, gaan springen, lopen weg. Papa, mogen we Nintendo, papa, mogen we dit doen, dat doen, en ik ga dan, stop ik maar met lezen, want het heeft gewoon dan niet echt heel veel zin. Gewoon, ze hebben de concentratie, die kunnen ze niet vasthouden. Wat voor boek je ook kiest, het is niet vaar, niet snel goed. Dus. De grote kletskous. Jongens, luister je nou eventjes of niet? Ja, wacht even. Jan, zet dat ding eens uit. Ik ben aan het voorlezen. Totdat er iemand mij getipt had, onze oppas, die zei van je moet het boek eerst lezen van Ellen. Van Lieshout en Erik van Os. Nou, toen dacht ik van laat ik maar eens een boekje kopen. Kijken wat het is. En waar rempelde het. Het was meteen, ze zaten stil en ze luisterden. En het was, ze vroegen me van, nu mogen Nintendo, mogen dit doen of dat. Dus ze bleven zitten. Ik weet niet, goed boek. U hoort het goed. Nooit meer dat geneuzel met ongeconcentreerd gedrag. Maar de volledige aandacht. Ideaal voor het slapen gaan. Dus bel nu. 0900 6588 en bestel een van deze prachtige boeken van Erik van Os en Elle van Lieshout. Ook vroegen wij onze mening aan Frans Kalmberg. Hij haalde zijn inspiratie uit de klassieker Bobbel in het behang, ook dit boek van Erik en Elle. Hallo, mijn naam is Frans Kalmberg. Ik ben intensief ambulancebegeleider binnen Lunetzorg. Ik heb een nieuwe methode ontwikkeld die zeer goed werkt. Deze methode heb ik ontleend aan een boek van Erik van Os en Elle van Lieshout. En dat heet Bobbel in een behang. Ik kom vaak in gezinnen waar bij een kind bijvoorbeeld nogal gedragsproblemen laat zien, agressief is, zijn ouders pest. En deze methode gebruik ik daar regelmatig, vooral bij ernstige problemen. Dan bespreek ik met de ouders wat is het probleem, hoe moet je toepassen, welke methodiek moet je gebruiken? En dan gebruik ik in veel gevallen de methode van Erik van Os en Elle van Lieshout. En die methode heet Bobbel in een behang. Op het moment dat het kind een zeer ernstig gedragsprobleem heeft, dan pakken de ouders het kind en die zeggen: pas op, let op, doe je het, dan ga je achter het behang. Bobbel in een behang. Dus een zeer fantastische methodiek die al regelmatig uitzonderlijke resultaat heeft geboekt. De keuze is oneindeloos uit de collectie van Erik van Os en Elle van Lieshout. Ook Mies van Hout, bekend illustratrice, liet haar mening horen. Ik vind Erik en Elle echt geweldige schrijvers. En ik werk heel graag met ze samen. En Schatje en Scheetje is ook altijd een super succes bij kinderen. Ik heb het al zo vaak verteld in de klas. Nou, we zijn echt hele grote fans van Erik van Os en Elle van Lieshout. Fantastisch zijn ze. Wij zijn nu begonnen met de boeken in het Japans. Ja. Onze dochter die is er helemaal dol op. We zijn begonnen in het Nederlands, maar ja, op een gegeven moment kennen ze het boek helemaal uit haar hoofd. Dus toen dachten we, nou dat wordt toch een beetje saai. Dus we zijn nu overal tot in Japans, hè Femke? Ik denk nou zo 3 weken en nou ze kent hem helemaal uit haar hoofd. Nou, waarschijnlijk kan ze binnen een jaar vloeiend Japans, dankzij de boeken van Erik en Elle. Super. We wachten nu eigenlijk op de Spaanse vertaling. Ja. Het Spaans zou leuk zijn. Dat zijn echt geweldige super, schrijvers. Super. Subliem. Super. Of niet Femke, wat vind jij ervan? Subliem. De vraag is niet of, maar wanneer u een van deze prachtige boeken gaat bestellen. Als u nu belt, ontvangt u een van onze gratis vertalingssets ter waarde van €530 helemaal gratis. Maar er is meer. Als u belt binnen 30 seconden, ontvangt u dit frappant vormgegeven apparaat er ook helemaal gratis bij. Handig voor als u het nodig heeft of voor als u het wilt gebruiken. Dus bestel! Erik van Os en Elle van Lieshout maken boeken om te lezen.
Laat uw promotiefilmpje ook eens maken door vormgever, regisseur, cameraman en editor Lot van Os. Hij maakt de meest prachtige filmpjes vol inspirerende ideeën. Met de gewenste diepgang gaat hij erbij... Maar dat, lieve kinderen, is weer een heel ander verhaal.